Hey YouTube! Vandaag gaan we met jullie een AliExpress shoplog opnemen. Maar niet een mega shoplog waarbij we heel veel verschillende dingetjes hebben besteld. Nee, maar we hebben nu eindelijk iets wat ik ook leuk vind. Wat we hebben besteld is namelijk iets op AliExpress. We hebben een pocket printer besteld, maar wel anders dan de pocket printers die ik altijd gebruik. Zoals zo'n klein fotoprintertje. Of het wat is, dat weten we nog niet. We gaan het hier voor de allereerste keer openmaken. Dat gaan we samen met jullie doen. En dan gaan we kijken of dit product het geld waard is. Ja? Ja. Klaar voor? Ja. Zin in? Nee. Nou, laat zien. Wat hebben we gekocht? Dit is de Paper Ring. Oeh. Ik heb geen idee wat het is. Tenminste, ik weet dat het een printer is. Maar het lijkt op een camera. En jij noemt het de afgelopen weken ook elke keer camera. Zijn net goed, hè? Ja, net zijn ja, het goed, ja. Ik heb heel de avond en vanmorgen geoefend maar om het lijkt ook te wel een beetje... Ja. Op een cameraatje. Voordat we gaan beginnen met deze video, willen we jullie in ieder geval nog even vragen om te abonneren op dit kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En druk dan natuurlijk ook even op het belletje, want dan de volgende keer dat we zo'n leuke video als dit uploaden, krijg je tenminste een melding. Oké, we gaan beginnen. Wij zagen op AliExpress deze advertentie en daarin zagen we ook een klein printertje die dan van alles kon uitprinten. Ja, het lijkt inderdaad op een cameraatje, maar als ik het zo zag in dat filmpje, print het op een soort van washi tape achter papier. En we hebben er papier bij gekregen, ook in vieze kleurtjes en in het wit. Ik kan me niet voorstellen dat dit mooi wordt. Dus je print op van dit gele of dat blauw, maar ja, misschien ook wel, maar ik kan me er niks bij voorstellen. Heb je hem eigenlijk opgeladen? Nee. Maak hem nu voor de eerste keer open. Hij was nog gesield. Dit voelt als van die kassabonnetjes die je dan zo erin doet als je hem vervangt. Zo. Ja. Gewoon van dat spul. Nou, dat zou het ook zijn, denk ik. Want er zit ook zo'n scheurdingetje aan. Oké, je moet het niet te snel losmaken, want dan rolt hij helemaal uit. Maar het voelt echt als een kassarol. Doe me helemaal weer denken aan toen ik vroeger bij de Albert Heijn werkte. Eerste indruk? Het voelt in ieder geval redelijk stevig. Niet... gierige kwaliteit of zo. Nou, je kan hem zo zwaar te zien opladen. Ja, je krijgt er ook een kabeltje bij. Hij is zo te zien echt leeg. Dus we hadden hem even moeten opladen. Oeps! Ik pak wel even een oplader. Oh, nee, kijk, hij gaat ineens aan. Kijk. Maar, hoe gaat hij open? Zit er niet een handleiding natuurlijk bij? Natuurlijk wel, maar die kijken we toch niet? Kijk nou. Nou, dit hebben we helemaal niet eens nodig. Dat is allemaal reserve. Ja, dit ziet er nog steeds uit als een kassabonprinter. Ik denk ook dat het is. Nee, toch? Ik heb geen idee. Oh, je klikt hem omhoog. Hij gaat een beetje zo... Het stond vast in de handleiding. Ik heb niet gekeken. Oké, maar als het goed is, moeten we dan op mijn telefoon een bepaalde app installeren, denk ik. Ja. Net zoals bij die andere printer. Zal ik even kijken of ik iets kan vinden in de App Store? Ja, download! Oh, het zit er echt tussen. Oké, nou, tot dusver werkt het een beetje hetzelfde als met alle andere pocketprinters. Je installeert een app en dan vanuit die app... doe je een afbeelding erop zetten die je wil printen. En dat dan print het al uit. Ja, dat heb ik toch gezien net in die video die Ja, ik denk al. Oeh, hij is gedownload. Nou, de app ziet er goed uit. Oké, wat gaan we doen? Je kan zelfs banners maken, zo te zien. En teksten printen. We beginnen met een plaatje, oké? Kan ik het ook nog groter... ik kan hem nog verplaatsen, kijk. Maar ik kan hem niet breder of smaller maken. Please connect to device first. Connection, druk ik op. Connection. Kijk, ik vind hem meteen. Connect to device, connect to server. Oké. Ik vind het wel een hele mooie app. Oké, we gaan het proberen. 7 centimeter lang. Kom op. That's what she said. Oeh. Zo, dat gaat snel, hè? Dat gaat snel. Dat is lelijk. Ja, het is wel lelijk, ja. Maar ja, wat verwacht je met zo'n foto? Nou, maar wat ik dus dacht, ik denk, als je dus zo'n vintage journal maakt of zo, is dit veel leuker dan echt zo'n scherpe foto. Dat is misschien wel waar. Ja, ik weet het niet hoor, maar het lijkt tot dusver erop... werkt alles echt vet. Ja. Oké, het ziet er wel echt uit alsof je inderdaad op een bon hebt geprint. En ik dacht te zien dat het een sticker was, toch? Maar ik heb niet het idee dat dit een stickerpapiertje is. Nope. Wacht, ik ga wel even opstaan weer. Daar ben ik weer. Ik ga hem even netjes knippen, oké? Dus gaan we even alles naast elkaar plakken. Dan kunnen we zien wat we ervan vinden. Want ja, dit is wel de kwaliteit foto die je dus kunt verwachten die eruit komt. Kijk, je moet het niet zien als van dit is de allermooiste foto ever. Nee. Die je uitprint omdat je per se een foto wil bewaren. Maar je kan er wel hele leuke spreads mee maken, denk ik. En hij is heel erg plat. Ja. Echt een heel dun papiertje natuurlijk. En heel flexibel. Ja, niet als een dikke foto. Dus het is niet echt te vergelijken met de pocket printer die wij kennen en die wij hebben. Maar het is wel leuk. Maar ik wil heel graag zien hoe dit eruit ziet met stukken tekst. Nou, dit is in ieder geval de app. Blijkbaar heb je dus ook scanner. Maar je hebt dus ook een banner. En dan kun je waarschijnlijk over de hele breedte een tekst schrijven.
En je kan daar dan gewoon typen? Ja, oktober. Kan je ook het lettertype aanpassen? Oh, kijk nou. Moet je wel downloaden? Oh, dat is leuk. Nou. Werkt best wel goed eigenlijk. Print. Ik ga hem hier opvangen. Het werkt ook snel, ja, hè? Hij is echt snel. Het enige jammer is dat de kwaliteit een beetje... Ja, maar ik vind dat ook juist wel weer wat hebben. Voor die foto's weet ik het niet. Maar ja, het ligt er heel erg aan hoe je het verder ontwerpt. Dat is best oké. Tadaa! Nou, en dan knippen we hem even netjes uit, oké? Ja. Nou, dat is toch leuk? Ja, dat is best oké. Ik ben heel enthousiast. Hij is ook precies de kleur van de journal. Het is net niet wit, dat papier. Zie je dat? Kan je dit trouwens nou nog wel aanpassen in grootte? Of kan het alleen maar op deze grootte? Nou ja, dat is dus die banner niet. Die banner is natuurlijk gewoon een banner. Dat is een banner. Dat is gewoon de volledige grootte van het ja, oh ding. Zo. Maar gaan nu die tekst proberen. We gaan nu even tekst proberen. Okay. Hey, hallo, hoe gaat het? Ben jij een frikandel? En hier kan je dus wel de grootte van het lettertype aanpassen. Kijk, en dan gaat hij ook automatisch naar de volgende regel. Ja, dat zijn niet heel veel meer fonts dan dit. Dus op dit moment... Nee, je kan inderdaad hier dan dus gewoon de... Oh, je kan hem ook in het midden uitlijnen. Ja. Oh, doe maar zo. Ja, en je kan hem volgens mij ook draaien. Dus als je hem gekanteld wil hebben, dan kan dat ook. Zal ik hem nu eens op de betere kwaliteit zetten? Ja. Zo, het is echt drukken en gaan. Ja. Zo is hij wel mooi, denk ik. Dit ziet er wel heel mooi uit. Kan dat met afbeeldingen ook? Ja hoor. Wat vind je ervan tot dusver? Aan de ene kant vind ik het heel erg leuk. Ik ben wel een beetje teleurgesteld dat het niet een sticker is. Maar verder, de app werkt goed. Het koppelen werkt snel. Er is nog het meer. Het opladen is snel. Kijk, je hebt ook Tiny Text. Ja, en Learn Chinese. Die wil ik. En dan is het allemaal... Dan kun je alleen bekijken als je het al hebt geleerd. Nou, we doen deze en dan die. Oh, dan kan je zo van die Chinese teksten uitprinten om Chinees te leren. Nou, voor de mensen die Chinees willen leren, zit ook in de app. Interessant. Interessant. Doen we voor de scanner. Hoe werkt de scanner? Nou, de scanner werkt heel simpel. Je maakt een foto. Oeh, kijk nou. Oh, eeuw. Ja, hij heeft er wel wat meer moeite mee. Oh, maar dit werkt echt net als die Adobe Scan app. Ja. Dat je inderdaad gewoon... Wat ik daarvoor wel eens doe, is dat ik bijvoorbeeld een tekening heb gemaakt... die ik dan digitaal wil hebben. En dan maak ik op die manier een foto ervan. Zodat die dan heel mooi zwart is en wit is, zeg maar. Dus als je hem dan inderdaad print... Je zou eigenlijk even een kleurplaats van mijn kleurboek moeten proberen. En dat we daar een foto maken met de scanner... en dan printen we die uit met dat dingetje. Wat een goed idee. Is dat een leuk idee? Ik was al bezig met instellen en doen. Maar dat is een leuk idee. Ik ga weer opstaan. Ja, klaar voor? Ja. Is te koop, heel leuk voor de Sint of voor Kerst. Moet je de video maar eventjes terugkijken waarin je het hele kleurboek ziet. Even reclame tussendoor voor mijn eigen product. Hij is bijna uitverkocht trouwens, dus je moet snel wezen. Oké, nou, ik heb weer een kleurplaat. Oké, oh, die heb ik gewoon uitgescheurd. Ja, had ik vorige keer al voor de video. Oh ja. Ja, dan gaat hij hem zelf proberen uit te snijden en dan kan je het nog aanpassen. Het werkt wel goed hoor, dit. Oké. Oeh. Print. Maar dit is toch leuk? Nou heb je een mini creatie kleurplaat. Dat is wel tof, hoor. En als je die dan in je journal plakt, dan kun je die weer kleuren. Dat is toch leuk? Zo. Nou, hij ziet er wel mooi uit hoor. En omdat het net als een bonnetje erin gebrand wordt, het veegt niet. Het is geen inkt of zo. Je kan er gewoon met je natte vingers overheen. Zal ik hem kleuren? Nou ja, ik ben wel benieuwd. Dan moet ik weer opstaan. Ja, want je bent ook gewoon niet zo heel slim. Ik ga nu weer mijn stift halen hoor. Ik kom wel aan die 10.000 stappen op een dag hoor. Ja, ik niet hoor. Behalve voor de video. En voor de video ben ik degene die dat doet. Ja, dat is waar. Nou, ik denk dat het wel kan, maar ik denk dat je nu met je vinger eroverheen gaat. Ja, het is natuurlijk heel glad. Het is best wel glad. Het kleurt daardoor wel heel lekker, maar ik heb niet het idee dat het blijft zitten, zeg maar. Ik denk dat het nog vlekt. Ik denk dat je het dan echt lang moet laten drogen. Valt mee? Het valt mee, maar het is wel inderdaad... Je moet het ik denk wel als lang je hem nu dichtklapt, zo... Hoe het dan wordt. Het valt mee. Oh. Dus als we het echt even een paar seconden langer hadden laten drogen... Dan was er waarschijnlijk niks aan de hand geweest. Wat dan ook leuk is, dan kun je dat ook met een foto doen. Ja, maar dat is wel weer moeilijk, denk ik. Ja, want kijk dat maar. Is natuurlijk weer een stom idee, want ik heb het bedacht. Nee. Dat is helemaal niet zo. Maar kijk. Dat is toch niet mooi? Oh, wat leuk.
En je kan er wel heel creatief mee zijn. Het ziet er nu wel een beetje verbrand uit. Maar ja, als je wel goede kleurtjes hebt, dan... Het idee was leuk, maar ja, mooi. Ja, ik zie mezelf dat niet zo snel doen, maar het is wel leuk dat het kan. Oké, je kan ook een template maken. Oeh! It's getting better and better! Oh, kijk, dat wordt een leuke ding. Doe die eerste. Oké. Nou, wat grappig. Oh, je kunt de to-do-list ook gewoon maken. Oh! Je krijgt automatisch met een hartje ervoor. Ja, en je moet dan wel even een spatietje typen, want anders dan typt hij iets. Iets. Ja, maar dat is toch ook leuk? Maar dat vind ik lelijk. Lief doen. Ja, dat staat op jouw to-do-list. Nee, op jouw to-do-list. Nou, alsof ik niet lief ben. Zag je het? Nou, print het nou maar uit. Ja, oké. Zie je? Lief doen. Want dan kan ik kijken of je er ook op kunt schrijven. Ja, dat is het enige jammer, enige minpuntje hieraan is dat je het lettertype niet kan aanpassen. Het enige jammer en het minpuntje hieraan is dat ik weer op staan. Oeh. Ik weet je waar wij dit voor gaan gebruiken? Voor de boodschappen. Zijn nou serieus? Ja, want we weten nooit waar we de boodschappen op moeten schrijven. En heel stom, dan kan je gewoon kopen natuurlijk. Ja, maar je kan ook dit kopen. Ja, maar je typt het er gewoon in. En in de winkel kras je het even aan. Van ik heb het gehaald. Oh, nu doe ik hem wel als een bonnetje. Dat vind ik leuk. Ja, ik ga hem nu dit keer niet knippen. Maar wil jij nu alsjeblieft opstaan om een pen te halen? Ja, vooruit. Wil je dat? Ja. Anders dan kom ik over de 10.000 stappen vandaag heen. Dat gaat niet goed. Oké, ik ga de to-do-list er even inplakken alvast hoor. Rikken slaan. Nee, taart eten. Taart eten. Nou, die heb ik gedaan, rikken slaan. Kijk maar, ik ga het nu... Nee, dit vind ik lelijk. Kijk, het doen we natuurlijk met zo'n mooi rood make-up opdoen, heb ik gedaan. En lief doen nog niet. Lief doen heb ik gedaan. Niet. Kijk, met een glansje en boodschappen heb ik nog niet gedaan. Maar, oh, met het rood is leuk. Kijk nou. Volgens mij als je hier een hele journal spread mee maakt en dan allemaal van die kleine dingetjes uitprint met to-do's per dag, staat zo leuk. Ik vind ze niet allemaal leuk die ertussen staan, want er zijn er ook een heleboel met zo'n beertje en een konijntje, dat zie ik mezelf nooit gebruiken. Maar je hebt dus ook een tapje sticky notes. Oh! Ook niet allemaal even leuk, maar er zitten wel grappige tussen. En... een business card. Dus dan kun je mensen je kaartje geven op een bonnetje. Nou, maar stel nou dat je echt niks hebt. Dat je zegt, oh wacht, en dan heb je dit ding nog wel in je zak zitten. Waarom je dan je business cards niet in je zak hebt zitten. Oké, weet ik niet, maar je hebt wel je printer bij je. Er zitten wel grappige dingetjes in. Kan je inderdaad wel gewoon dat even uitprinten. Doe dat eens, krijg je er even eentje. En dan doen we die op een roze. Je kan het gewoon helemaal intypen. Upload logo, upload QR-code. Nee, ik vind het goed zo. Kijk, het is wel een beetje gierig dat je dan zo'n papiertje krijgt, maar... Ja, ik vind hem in het roze ook wel wat minder. Ja, ik ben helemaal niet fan van deze kleur roze. Maar goed, misschien mensen wel. Misschien vinden ze het wel heel mooi. Ja, ik het is niet. Heel saai. Het is, maar ik heb iets heel saais geprint. Het spijt me. Maar, hier had natuurlijk nog het logo gemoeten. Hier had nog allemaal tekst, want dat heb je allemaal niet ingezet. Kijk, ik denk niet dat je dit ooit gaat gebruiken, maar stel dat je ooit een keertje ergens bent en je wil iemand in ieder geval je telefoonnummer geven. Kan dat? Ja. Ik weet niet. Even met het uitgaan. Wil je mijn telefoonnummer? Nee, print eruit je zak. Of je hebt het thuis al voorbereid en je hebt er al 20 en je geprint hebt zo'n hele rol. In het roze. Je hebt een hele rol en dan scheur je het af gewoon daar. Nee, ik weet niet. Ik zie het ook niet gebruiken. Maar ik ga hem er toch in plakken, want... hè? Because why not? Why not? Ja. Ja, lelijk. Ik kan hem niet bijsnijden, de foto. Ondanks dat hij het image slicer noemt. Ja, kan je niet kroppen. Ik kan niet... Maar het maakt verder niet uit. We gaan het gewoon proberen. Oeh, grote donkere vlakken vindt hij wel moeilijk. Waarom print hij nou in één keer ook zo raar? Oh, het papier zat een beetje scheef. Ja, dit is wel heel lelijk. Ja, maar dat kwam dus omdat hij niet goed zat. Hé, maar zou dat betekenen... Wacht, ik ga er even een wit rolletje doen. Want misschien is alleen maar het rolletje dat je erbij krijgt goed. En alle navulling is gewoon kak. En het roze vind ik echt lelijk. Ik ga het heel snel wegdoen. Print je roze schaats nog eens? Dezelfde nog doen? Kijk, dat gaat dan een heel stuk beter. Ja, oké. Is dat gewoon niet lekker? Nee, of dat roze print gewoon niet goed. Niemand weet wat je met deze afbeelding moet. Wij ook niet. Maar... Ja, als je alleen die roze schaats uitknipt. Wat kost het? Het is een beetje een net niet gevalletje. Oeh, we hebben de stickerpapier niet gekocht. Het is er wel. Oh, ik wou het zeggen, want ik wist zeker dat je dat in het filmpje zag. Maar die is er dus wel. Ja, dat is er wel. Dus ik vind eigenlijk wel dat we dat ook even moeten bestellen en testen. Oké, maar het is er wel. Je kan ook stickerpapier. En als het goed is, ziet het er dan washi tape-achtig doorzichtig uit. En kan je echt van die zwarte dingen erop printen, zoals een Eiffeltoren of zo, zag ik toen in dat filmpje. Ja, nee, dat en dat zag me, er dat echt heel tof uit. Dan zou je dit soort dingen ook gewoon op... Ja, dan is het doorzichtig, de rest eronder. Maar prijs... Maar wat kost het? Ja. €40,50.
Voor die printer met papier? Met 3 rolletjes papier. Dus zoals wij hem hebben gekocht met die 3 kleurtjes erbij. Ja. Of dus de sticker dingen, ze kost hetzelfde. €48,50. Ja, we hebben geen verzendkosten hoeven te betalen. En we hebben ook geen invoerrechten hoeven te betalen. Want dat is vaak boven de €20. Maar dat hadden we niet. En hij kwam ook gewoon netjes op tijd aan. Hij was redelijk snel zelfs. Ja, hij was heel erg snel. Want wat kost de navulling? Stel dat ik nu gewoon 3 witte rolletjes bijvoorbeeld bij wil bestellen. En dan zowel de sticker variant als de gewone variant. Oké, okay. Nou, maar inderdaad. Rond de €3 voor 3 rollen. Het is goedkoper dan... De navulling van de sprocket bijvoorbeeld. Maar goed, het is ook niet helemaal vergelijkbaar, vind ik. Want de een zijn echt mooie, glanzende, kwalitatieve foto's. Maar goed, ik vind het ook een ander apparaat. Vind je niet echt met elkaar te vergelijken. Je doet hier weer hele andere dingen mee. Ja, Vinden we het leuk? Ja, ik baal ervan dat we die sticker, dat stickerpapier niet hebben. Nou, die ga ik nog wel even bestellen. Oké, nou, ik vind het een hele leuke printer. Mocht je deze printer ook willen bestellen, staat hier ook beneden in de omschrijving. Ja, het is niet gesponsord verder. We hebben het natuurlijk gewoon zelf gekocht, maar dan hoef je zelf niet te zoeken op AliExpress. Zullen we ook eventjes de navulling erbij zetten? Voor mensen die het willen bestellen. Deze gekleurde ding doe ik niet. De stickerpapier. Ja, echt jammer dat we die niet hadden. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. En geef de video natuurlijk eventjes een like. Ja, en we hebben de 60.000 abonnees behaald. Oh ja. Dus we gaan binnenkort live. Maar dat horen jullie nog wanneer dat komt. Dat zal ik eventjes laten weten. Oké, nou dankjewel in ieder geval voor het kijken naar deze video. En tot snel weer. Doei!